Stefan Wessels, ik heb een tweet eruit gedaan in het vierde kwart. Heeft Stefan Wessels een beetje Dennis Rodman gegeten? Nee, gewoon wat ik normaal altijd eet. Een beetje macaroni. En dat werkt ook goed. Zondag geen rood haar? Nee, ik hou het gewoon lekker zo. Neusbel, oorbel? Goed. Ik hou het rustig. je was Dennis Rodman vandaag. Overal in die rebound. Ja, nou dat sowieso. Ik probeer altijd te zijn waar de rebound is. Maar vandaag vielen ze gelukkig ook nog allemaal in mijn handen. En precies, ik was op de goede plek. Ja, drie aanvallen in de eerste drie minuten en het zet gelijk de toon. Ja, nou, we proberen als team zijn gewoon heel agressief uit de startblokken te komen. En ik probeer dat te doen door gewoon hard te verdedigen en te rebounden. Dus dat lukte gelukkig. Ja, maar je zet de toon en uiteindelijk knoeit hard werken, win je verdiend. Ja, ik denk dat we vandaag zeker verdiend gewonnen hebben. We verslapten eventjes in het tweede kwart. Maar de tweede helft hebben we ons gewoon echt goed herpakt. En de hele tweede helft is onder druk gehouden. En dat heeft goed uitgepakt voor ons. Nu is iedere keer de thuisploeg wint. Wat moet er gebeuren om dat te veranderen? Dat de uitploeg een keertje gaat winnen. Ja. Ja, dus, ja. Hoe doe je dat? Ja, het is gewoon, het gaat niet om de details. We kennen elkaar gewoon door en door nu. En het gaat er nu gewoon om wie het beste zijn wedstrijdstrategieën uitvoert. En het beste zijn verdedigende taken, aanvallende taken doet. Dus het zullen de details worden die het verschil gaan maken. Zonder geen blauw haar? Nee, gewoon zwart nog steeds.